De wereld staat vandaag stil bij de Internationale Dag van het Gezin. Een initiatief van de Verenigde Naties om het belang van gezinnen wereldwijd te benadrukken. Deze dag herinnert ons aan de cruciale rol die gezinnen spelen in onze samenleving als basis voor stabiliteit, liefde en opvoeding. De Internationale Dag van het Gezin biedt een moment van reflectie en actie om de fundamentele eenheid van onze samenleving te ondersteunen en te versterken. Ook wordt er nadruk gelegd op het belang van ouderschap en de opvoeding van kinderen in een veilige en ondersteunende omgeving. Het thema van dit jaar richt zich op het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en inclusiviteit binnen gezinnen. Wereldwijd worden er evenementen georganiseerd om aandacht te vragen voor uitdagingen zoals armoede, huiselijk geweld en de impact van de pandemie op de gezinsdynamiek. Onderzoekers wijzen op de positieve effecten van sterke gezinsstructuren op de mentale gezondheid en het welzijn van individuen. Beleidsmakers worden aangespoord om familiegerichte programma's en steunmaatregelen te ontwikkelen. Zo wordt er wereldwijd gewerkt aan het creëren van gelijke kansen voor alle gezinsleden.